Asielzoekers mogen niet klagen. Nederland doet genoeg zijn best. Dit is het gesprek van de dag en uw mening staat centraal in wat u zegt. De Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens vinden de massale noodopvang in Heumensoord ondermaats. Moet Nederland beter zijn best doen of moeten de asielzoekers niet zo klagen? Op de voorpagina van onze krant vandaag het blije Syrische gezin dat vorig jaar nog bij ons hier in de hal gestrand was en het nu bijzonder goed heeft. Maar daartegenover staan de vele klachten uit de noodopvang. Onze verslaggever Mike Muller die ging langs in Heumensoord en zag dat het er zo slecht nog niet was. Ja, de mensen die wij spreken die zeggen het is inderdaad natuurlijk veel beter dan in Syrië waar we de straaljagers over horen komen. En dat is ook echt een onveilige situatie en ze vinden het ook heel fijn dat ze opgevangen worden in Nederland. Zijn daar ook echt de Nederlanders dankbaar voor. Mm-hmm. Maar ze zeggen als wij bijvoorbeeld met z'n negenen in één tent liggen. Zonder dat daar een soort tussenscheiding is. Dus je ligt soms met twee, drie gezinnen in één tent. Ja, als je dan 's nachts naar de wc moet of een huilend kind hebt, dan is dat natuurlijk niet fijn. Ja, met z'n negen op een kamer liggen, daar gaat het ook op de sociale media over. Want op Twitter flinke discussie over dit onderwerp. Zo zegt Misha het volgende. Volgens mij hebben ze in Heumensoord op de kamer meer privacy dan op zaal in het eerste het beste ziekenhuis in Nederland. Nuilert, die vindt de klachten wel weer logisch. Inderdaad, mensonterende omstandigheden op Heumensoord. 8 personen op één kamer, # geluidsoverlast, # geen privacy. Ja, en op onze eigen Facebookpagina gaan mensen erover door. Lydie Musquet die is vrij duidelijk. Dit is wat we kunnen, niet tevreden, opzouten. Janneke die probeert het met wat meer humor. Ter bevordering van de integratie horen ze te klagen. Hoofdstuk 1 van de inburgeringscursus Nederlands is hoe moet je klagen? Vooralsnog geen likes op het bericht, maar dat kan natuurlijk veranderen, want u kunt blijven reageren. Praat ook mee over het onderwerp op onze website. Tot 3 uur kunt u zelf stemmen op de poll. Blijf reageren.